welk schikkend apparaat je nodig hebt bij elk type afrassing is een beetje afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de lengte van de afrastering, welke diersoorten je erachter zet en of er veel kans is op begroeiing van gras, struiken of bomen. Hoe langer de afrastering, hoe meer begroeiing, hoe zwaarder een apparaat moet zijn. En daarnaast is het nog van belang van, is er een aansluiting van 230 volt lichtnet in de buurt? Bijvoorbeeld op niet meer dan 50 meter afstand van de afrastering, een schuurtje waar stroom is, waar je een schikkend apparaat neer kan zetten. Dat is van belang. Maar ook bijvoorbeeld, als dat er niet is, hoe lang is het afrasten? Dan kan je kiezen voor een batterijapparaat. Dus gewoon een 9 volt batterij erin. Of je kan kiezen voor een accuapparaat die wat sterker is en vaak weer wat meer begroeiing kan hebben of langere afstand. Paarden, koeien, bijvoorbeeld huisdieren zijn wat makkelijker te houden achter een stroomdraadje. Maar bijvoorbeeld schapen met een dikke vacht, geiten, varkens, die zijn wat moeilijker te houden achter een stroomdraadje.